Hi, ik ben Naomi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. En mijn vlog van vandaag gaat over een dilemma dat bijna elke vrouw wel kent. Namelijk, ik heb een kast vol met kleding, maar heel weinig om te dragen. Dat is een beetje gek. Dus ik heb Judith Verschuren uitgenodigd. Zij is stylingcoach en zij gaat mij helpen om mijn kast wat overzichtelijker te maken. Een beetje op te ruimen. Maar ook om te kijken, kan ik toevallig gewoon wat meer dingen combineren met elkaar. Dus, let's go! Wat veel vrouwen niet weten, is dat er nog heel veel mogelijk is met de kast die je hebt. Alleen gaat het erom dat je slim gaat combineren. Het belangrijkste is dat je wat creatiever naar je kast gaat kijken en nieuwe setjes gaat maken met wat daarin zit. Zoveel mogelijk setjes maken dus. Ik koos voor mijn favoriete dennenblouse. Normaal gesproken draag ik deze gewoon simpel, maar als je even verder kijkt dan je neus lang is, kun je hem zomaar op verschillende manieren combineren. Oké, Judith, we hebben net een aantal setjes gemaakt om zo te laten zien van oké, hoe kan je toch wat creatiever worden met je kledingkast. Ja. En nu vroeg ik me ook af, ik wil ook gewoon wat meer ruimte in mijn kledingkast. Ik wil ook gewoon wat dingen wegdoen. Maar waar begin ik? Waar begin je? Ja. Nou, heb jij items in je kast waar een gat in zit bijvoorbeeld? Sowieso, deze broek, daar zit een flink gat in. Neem jezelf voor als je je kledingkast opruimt om al die items op te pakken. Dus wat we gaan doen is, we leggen deze straks op een stapel van to-do. En dan ga je morgen naar een kleermaker en dan ga je dit laten maken. En als je dat niet doet, dan moet die toch nog weg. Het is zonde als je kledingkast vervuilt met items die je niet draagt. What else? Ja, en dan heb ik nog een, een beetje gekachtige broek. En er zitten shortpants in en hij is doorzichtig. Ja. Alleen, ik pas hem gewoon niet meer. Hij zit gewoon te strak. In dat soort gevallen zeg ik ook altijd, bedankt broek. Fijn dat je het zo van je hebt genoten. Die gaat dan op de stapel naar de tweedehandswinkel, online verkoop. Ja. Zodat iemand anders erin kan stralen. Jij straks wat geld hebt om wat mooie items te kopen. Oké, tijd om op te ruimen. Kleren met gaten erin mogen dus echt weg. En kleding dat ik niet meer draag, gaat richting de kringloop. Vandaag gaan we van een overvolle, rommelige kast naar een heerlijk gevulde kast met overzicht. Super fijn, eindelijk een opgeruimde kledingkast. Ik was er ook heel erg aan toe. En nu heb ik zoiets van, oké, als ik 's ochtends wakker word, dan weet ik gewoon wat ik moet dragen. Ik denk dat iedereen dat wel wil weten. Dus wil je nog meer tips? Kijk dan even op mijn persoonlijke pagina op weekamp.nl. Link vind je in de beschrijving hier beneden. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!